In dit filmpje wil ik jullie laten zien hoe je leuke tagboekjes kan maken voor in je journal. Ik heb twee voorbeelden. Deze. Ik doe altijd met een lintje eromheen. Het hoeft niet, maar dat vind ik wel leuk. Kijk, mijn boekjes. En die kan je zo doorbladeren. Oh, deze. Met één hand. Oké. Kijk. Leuk gezicht, toch? Hier heb ik met verschillende blaadjes gedaan. En bij deze zijn de blauwe bestaan uit één deel. En deze ga ik laten zien hoe ik dat gedaan heb. Oké, ik pak twee stukjes papier. En een tapeje waarmee ik ze samen wil plakken. Dan pak ik eerst de buitenkant. Aan de buitenkant aan elkaar vast. Zodat ik zie dat hij nog goed open valt. En daarna plak ik de binnenkant. Check of ze nog goed open gaat. En dat doe ik dan met hetzelfde met de volgende. Dus eerst weer de buitenkant en dan de binnenkant. Nou, zo hebben we dan twee setjes gemaakt. Elk heb ik versierd met een grote tap aan de bovenkant. Je kan ook grote tags gebruiken hiervoor. Nou weet ik hoe ik ze op elkaar wil hebben. Dus nu heb ik die twee heb ik aan elkaar vastgemaakt. Ook weer met tapejes. Kijk, zo kan je, hier kan je dat goed zien. Zo zitten ze aan elkaar vast. En de achterste, die plak ik vast. Dus de achterkant van het achterste setje. En zo kan je ze goed openvouwen. Kijk, dus die zit vast, die achterkant. En het lintje doe ik er achterlangs. Het hoeft niet per se met lintje, maar dat maakt het wel extra leuk.